Hey, ik ben hier vandaag bij Maasmechelen Village en we gaan starten met een beetje shoppingplezier. Voor mij is mode mijn manier om mezelf uit te drukken. Ik heb ook meerdere stijlen. Eens kijken of ze iets tof hebben. Oh, zalig, zo nog eens een dagje op mijn alleen. Ik hou dan wel van mijn shopje, mijn lunchje met vriendinnen of zo. En hier kun je eigenlijk wel de twee zo wat combineren op een zondag. Ik ga eigenlijk ook wel altijd liefst een alleen shoppen. Dat klinkt misschien raar, maar als ik ga shoppen met mijn vriendinnen is dat meer voor de gezelligheid. Ik ga eens vragen of ze die nog in mijn meid hebben. Toch een beetje een hongertje. Een keer kijken wat we kunnen vinden hier. Ik heb zin in een warme wafel. Dankjewel. Even met een mond leeg eten. Ik heb een redelijk sarcastische humor die meestal niemand begrijpt. Als ik een mopje maak, dan moet ik meestal daarbij zeggen dat was een mopje. Hè. Dat is mijn droom om ooit een eigen skincare beauty winkel te hebben. Met zo wat niche merken. Kop. Hier staat een dagcrème voor de venten. Zo'n beetje een kruidige geur. Hoe cute. Zo nog iets voor de lippen. Allee, eigenlijk ga ik mijn volledige skincare routine met jullie delen. Ik ga het daar misschien wel verschieten. Voor de meesten gaat dat uitgebreider zijn dan dat ze misschien gewoon zijn. Eigenlijk begin ik met de reinigingsballen. Op je gezicht, op je gelaat inmasseren, zodat die een beetje opgewarmd wordt. En die is eigenlijk voor je te ontschminken. En dan ga je met een lauw water eigenlijk het afwassen. Dan daarna de reinigingsmoes. En die gaat eigenlijk alle overtollige restdeeltjes van onzuiverheden van je huid of restanten van make-up proper maken. Bij stapje 3, dat is eigenlijk de toner. En die gaat, dat is eigenlijk het stapje om af te sluiten naar de reiniging. En dat gaat ervoor zorgen dat de huid voorbereid wordt op de verzorging. Na de reiniging gebruik ik meestal een serum. Dat gaat je huid eigenlijk verzorgen. Een beetje afhankelijk van je huid of wat je zelf wenst te bekomen. Deze is eigenlijk een anti-aging serum. Daarna gebruik je je moisturizer, je dagcrème. Voor je huid goed te hydrateren en deze gaat ook al zo anti-aging, dus wat de lijntjes werken. Oogcrème, is wel voor mij echt ook een lifesaver, mijn oogcrème. Helaas, ik heb een dochter van 3,5 die eigenlijk nog steeds niet doorslaapt. Voor mij is de zonnebescherming heel belangrijk. Wat het leuke is aan deze, die gaat buiten de bescherming voor de zon ook je huid echt beschermen voor dingen van buitenaf. Dus gaat zorgen dat je minder last hebt van onzuiverheden. En gaat eigenlijk ook een mooie éclat aan je huid geven. Voilà, ik heb mijn glow gevonden. Ik hoop jullie 15 en 16 februari te zien in Maasmechelen Village. Doei!